Kees Wijker, nou ben je er toch? Ja. Jij moet natuurlijk al eens eerder gesproken, nee. Maar ik heb jou in deze setting. Ik weet dat je hier ooit de kleinste bar ter wereld had met de Nacht van de Nacht. Ja. Maar ik heb jou hier nog nooit gezien. Mag ik bij jou ook even binnenkijken? Ja, ik zat hier met Café Kees. Ja, Café Kees was dat niet het kleinste café. Oh, maar dat. Dat was die kast. Oh, echt waar? En dit verkochten we. Splits. Oh ja. Er zat zelfs nog wat die blokkeerde toen de gang hiervoor. Ja. En toen daarvoor was een café. Ja, was heel leuk. Zo, dat is alweer 3 jaar terug of zo. Ja, zoiets moet je 1 keer doen, dan blijft het heel lang leuk. En maar Kees, nou kijk, jij bent natuurlijk ook altijd bij de Vleeshal aanwezig. En, hand en span. Vorige keer was je natuurlijk met het kunstwerk, de fontein. En, maar hier is dus je eigen werkplaats. Dit is mijn eigen werkplaats. Ja, en atelier. En... Ja, bij de Vleeshal werk ik ook om broodnodig geld te verdienen. Ja. En hier maak ik werk wat ik zelf graag wil maken. En waar ik af en toe iets mee verdien. Ja, wat ik begrijp, ik zag buiten dus al een ding staan van uit de mijnen. Zo'n wagen waar ze kolen mee vervoerden. En jij schijnt daar meer van te weten. En dat verbaast me dan ergens ook weer niet. Dat beeld dat bestond eerst alleen op papier. Een klein tekeningetje van een stukje rails wat op een open plek van in een bos ligt. En er staat een karretje op vol met water. En op de zijkant van dat karretje staat wagentje op weg naar zee. Oh ja. Het stond nog uit de tijd dat ik niet in Zeeland woonde. Ik ben opgegroeid in Arnhem met de bossen, dus heb je wel een rivier. En die rivier stroomt helemaal naar zee. Dus dat is een andere relatie. Heb je altijd naar de zee verlangd, Kees? Nou, ook wel naar de bossen. Ja? Ja. Ja, maar ik moet zeggen, nu ik in Zeeland woon, is het wel erg fijn hier, het Weidse. In het begin miste ik bossen. Ja. Dan zeiden mensen, ja, maar je hebt hier bolwerk. Nou, dat is een andere koek. Dat is toch een ander bos dan wat er rond Arnhem ligt. Ik heb nog in Ede in dienst gezeten en inderdaad, als je daar... dat zijn serieuze... Stef. Ja, ik zie gelijk inderdaad grote constructies. Zal ik hem even aanzetten? Oh ja, jou kunnen dingen ook altijd aan en bewegen, hè? Heel vaak. Dan ben ik toch benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Dit is een wat ouder werk, dat heeft bij de drukkerij een tijdje gehangen. Echt waar, ja? In dat aquarium, waar ben naast de brasserie. Hoe heet dat aquarium? Dat is niet echt een aquarium, want er zitten geen vissen in, maar mensen. Maar ik zie zo'n toeter, dan zou je bijna verwachten dat er op een gegeven moment een grote toeter uitkomt of zo. Maar dat, Er werkte meer omgekeerd. De werktitel was over het lezen van poëzie. Dus de toeter is meer een oor die dingen ontvangt. Ja. Dat gaat dan door de huid naar de innerlijke wereld die dat allemaal moet verwerken. En dat zijn dan de bewegende... De huid is van natuurrubber en dat vergaat langzaam. Dus het wordt echt was het eerst een volle... Een besje is het nu. Eerst was het echt helemaal vol, gewoon zonder gaten erin. Eerst was het een tamelijk dicht vel, of echt een vel. En je ziet nog dat hij een beetje ademt. Als je dat op jouw camera ook krijgt. Vast wel. Maar het is dat jouw kunst verandert tussen continu? Dat dan. Wat? Nee. Dat verandert dan continu, het kunstwerk eigenlijk? Ja. Nu zie ik een attack gast van huis. Ja, die hoort eigenlijk weer in de keuken. Die staat tijdelijk in opslag hier. Die gaat weer weg. Maar als je nou over jouw werk hebt, want ik als leek, ik zie dan vooral inderdaad die bewegende dingen en toch een soort... Ja, hoe noem je het zelf nou? Noem je dat nou mechanische constructies? Of... De bewegende dingen noem ik wel de poetica mechanica. Oh ja. Dat klinkt heel mooi. Ja, want het gaat niet zozeer om het... nut van de machine, hè, dat een meeste machines hebben een duidelijk nut, maar er zitten vaak hele schone bewegingen in machines en daar gaat het mij meer om. Ja, maar die in de herberg heb ik natuurlijk al vaak zien hangen. Dat is, daar ga je ook echt naar zitten staren. En, een scharnier is al heel mooi, hè, dat het. Zo'n klein dingetje dat met zo'n pinnetje en dan gaan al die deuren heel mooi open en dicht. Dat die deur open en dicht gaat, dat zal wel. Maar bij jou, ik zie het toch ook wel, het is weer een ander atelier dan de andere die ik zag. Bij jou neigt het al wat meer ook naar een werkplaats, echt, hè? Dus een, dat komt ook natuurlijk omdat je dan zo'n draaibankje ziet staan en een... Het, het,
Ja, die spullen moeten soms ook ergens blijven. Ze moeten ergens gemaakt en soms... Ja, en klokken, ja, klokken en meters, ja, ja, dat is, past dat ook wel bij. Dat is het voordeel van een vader die dementerend wordt, dat hij dan steeds kleiner moet gaan wonen. Ja. Dan komen er klokken vrij die nog weer van zijn vader geweest waren. En restaureer ze dan of verwerk je ze ook tot kunst? Nou, die heeft hij zelf laten maken, mijn vader. Oh ja? Die was weer gerepareerd en toen heeft hij hem van de muur gegooid bij een poging om op te winden. En toen heb ik de kast weer gerepareerd en hem weer in elkaar gezet. Toen raakte hij er zelf opgewonden? Ja. En het meeste werk ontstaat wat organisch bijna hier, wat groeiend. Typemachine, ook altijd fijn. Je typt er ook echt nog op, zie ik. Ik typ er ook nog. Ik dacht even dat je dat ook... Ja, want ja, dat bij jou is steeds de vraag van, gaat hij dat verwerken in zijn kunst? Nou, is het kunst? Er staat daarboven een typemachine. Oh ja, 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 ja. Papier. Ja. En dat papier, dat komt uit de machine en dat draait een keer om en zit weer aan zijn begin vastgeplakt. Dat wordt een zo'n oneindigheidsteken. Ja, 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 ja. Als je daar blijft typen, dat heb ik ook gedaan, dan kom je op een gegeven moment weer... Dan kom je op de achterkant van het papier, dan kom je weer op de voorkant en dan kom je weer bij het begin van je tekst. Zoals je de tekst daar ziet, is hij een keer of drie over elkaar getypt. Buitengewoon, hè? Dus je kan uiteindelijk helemaal niks meer lezen. En hier zie ik dan de geschiedenis van de blauwe tram. Dus dat... Ja. Ja, dat is natuurlijk verplichte literatuur. Ik hou dus ook wel van treinen, niet alleen van trams. En bovenop staat een klein spoorwagentje. Oh ja, ja, nu zie ik het. Je had het niet opgewerkt. Het is een goedkoop plastic modelletje. Ik heb er nu 34. Oh ja. En daar staat overal Stef op. En Stef is de Société de Transport et Emblagement Frigidarique of zo. Ah, dat is een Frans kool- en transportbedrijf. En die tekening daarnaast is een plattegrond van de rails van een station. Het boek is niet zo oud, het is een herdruk. Ik vond het in een verlaten goederenwagen op een verlaten station. Echt? Waar een mislukte museumspoorlijn was. En daar zaten er een paar dozen met deze boeken in. Ik heb er eentje geleend. En daar staan prachtige tekeningen in van hoe die spoorlijnen liepen. Misschien was het een soort handboek voor machinisten. Weet ik niet dat ze wisten waar ze ongeveer terecht kwamen. En dit is dit station op die Stef-schilderij is Mas des Gardiers. Nou, we bevinden ons in een mas, dus dat vond ik wel een hele leuke dat bestond. Ja, ja, ja. En het was een relatief simpele. Ja. En ik zie de treinen erover rijden. Dat is echt, dat hoor ik al bijna. En het mooie van deze kaarten vind ik ook dat alleen rivieren en spoorlijnen erop staan. Ja, 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 ja. In juni komt er een tentoonstelling van mij bij de bewaarscholen in... Ook al bij de bewaarscholen? Gaan jullie daar met z'n allen een beetje... Nee, twee zitten er geloof ik die dat gaan doen. En daar ga ik nu aan werken. Okay. Ik weet het nog niet precies. Misschien dat het ding wat hier op de grond staat vergroot wordt uitgevoerd. Ik had hem er net bijna opgestaan. Is dat dus, eigenlijk toevallig? En dan moet je me voorstellen dat ik het stukje hout ben. Oké, check. Dankjewel voor je toelichting. Ik ga nog even naar de buurman.